Ik ben Jorien Geerdink en ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Met een stem op de Partij van de Arbeid kun je thuiskomen. En thuiskomen doe je iedere dag. Een goede thuisbasis is daarom van groot belang voor iedereen. En dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. In de eerste plaats willen wij een betaalbaar huis voor iedereen. Voor rijk, voor arm, voor jong, oud, gezond of ziek. En dat huis staat in een veilige wijk waar genoeg voorzieningen zijn die het dagelijks leven makkelijk maken. Om dat huis te kunnen betalen is voldoende inkomen nodig. En dat inkomen moet voldoende zijn om je vaste lasten te betalen, maar ook voldoende zijn om aan het eind van de maand nog leuke dingen te doen. Een inkomen dat iedere maand weer zekerheid biedt. En als die zekerheid wegvalt, dan is er de gemeente waarop je kunt terugvallen. Een gemeente die je vooruit helpt. Dat wat ik vertel klinkt simpel en als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want te veel mensen in Almelo maken zich zorgen over hoe ze hun rekeningen moeten betalen. Almeloers maken zich zorgen of ze de kinderen wel veilig buiten kunnen laten spelen. En te veel mensen lopen op hun tenen omdat ze niet weten of ze volgende maand nog wel een inkomen hebben. En dat is waar de Partij van de Arbeid iets aan wil doen. Een stabiele thuisbasis en een zeker inkomen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. En in alle besluiten die wij maken, is dat ons uitgangspunt. En als je jong bent, dan doe je mee. Een kind mag niets in de weg staan om zich te ontwikkelen. Op school mag er geen drempel zijn om mee te kunnen doen. Op schoolreis, werkweek of een bepaalde studierichting moet voor ieder kind beschikbaar zijn. De PvdA wil daar afspraken over maken met alle scholen. Want geld mag niet de ontwikkeling van onze kinderen in Almelo in de weg staan. Dus mijn oproep, stemt 16 maart, Partij van de Arbeid, stemt 16 maart voor een thuis in Almelo voor iedereen. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ik denk dat het goed is om te investeren in de binnenstad en dan niet zozeer in winkels, maar vooral in de veiligheid. Je ziet veel fietsen in de binnenstad en die horen eigenlijk niet in het kernwinkelgebied. Dus wat de Partij van de Arbeid betreft, mogen de fietsen de stad uit en het lopend publiek heeft dan vrije doorgang naar de winkels in de stad. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Nee, het Business Park hoeft niet uitgebreid te worden, want in Almelo zijn in verhouding een hele berg banen. Dus voor het werk hoeven we het niet te doen. Wat we wel nodig hebben in Almelo zijn woningen. Dus wat dat betreft kan dat gebied prima gebruikt worden om woningen te bouwen. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Ja, meer zonne-energie is nodig, maar die zonnepanelen die leggen we op daken en niet in weilanden. Windmolens zijn ook nodig en die zetten we op plekken waar ze niet in de weg staan. En het is nodig om Almelo duurzaam de toekomst in te brengen. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Daar ben ik het mee eens. We moeten 3300 woningen bouwen. En wat de Partij van de Arbeid betreft zijn dat woningen voor de kleine portemonnee, voor de grote portemonnee, voor jong, voor oud. En zijn ze ook geschikt om oud te worden. Dus als je een beperking hebt, moet je ook fijn kunnen wonen in Almelo. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Eens. Cultuur en welzijn is nodig voor een betrokken en verbonden stad.
Cultuur en welzijn, dat is het cement van de samenleving. En in Almelo kunnen we dat heel goed, jong en oud, samen maken we er iets moois van.